Oké, welkom allemaal bij weer een aflevering van de Lockdown, lezingen in deze serie over Nederlandse geschiedenis. Vandaag heel erg blij dat we Dennis Bos als gastspreker hebben. De meeste mensen die zich een beetje in linkse kringen bevinden, kennen Dennis wel, of in ieder geval zijn werk. En geweldig blij dat hij dit wil doen. Hij zal een lezing geven over heel in het kort militante onderop en machinale figuren in de geschiedenis van het socialisme en de arbeidersbewegingen. En daarbij de nieuwe mogelijkheden van historisch onderzoek vandaag de dag door de digitalisering van allerlei soorten bronnen. Vanuit kranten, maar ook vanuit politie- en bevolkingsregister. Dus ik ben heel benieuwd wat dit nieuwe onderzoek ons brengt voor de geschiedenis van onze bewegingen. Maar jullie kennen Dennis misschien ook van zijn vele publicaties in de afgelopen 20 jaar. Of ik een aantal zal opnoemen. 1996 al, een tijd geleden, Dennis. Dat is denk ik nog voordat je je PhD hebt afgerond, of niet? Ja, het is mijn doctoraal scriptie. Kijk, ja. Dennis heeft zijn PhD afgerond aan de Universiteit van Amsterdam, maar in 1996 al een biografie gepubliceerd van een Joods-Amsterdamse revolutionair, getiteld Vele woningen, maar nergens een thuis. Barend Lutheraan, 1878-1970. Daarna komt het boek, maar daar kom ik zo op. En in 2002 schreef hij een inleiding voor heruitgave van Willem III, Koning Gorilla. Dat is een berucht socialistisch roddelpamflet uit 1887 over de vorst Willem III. Ander interessant artikel wat jullie misschien willen opzoeken en vandaag de dag zeer relevant is, publiceerde Dennis in 2005 in de European Review of History, Building Barricades, the Political Transfer of a Contentious Roadblock. Misschien zitten er enige lessen in voor vandaag de dag, voor je meer van de praktische kant is. 2007 publiceerde Dennis als een van de editors samen met Marjolein het Hart, een andere spreekster in deze serie, een boek over humor and social protest. Ik heb wel eens een lezing van Marjolein het Hart daarover gezien. Ook zeer interessant en uiteraard heel erg leuk. Zijn laatste boek, als ik het goed heb, Dennis, is Bloed en Barricade, de Parijse Commune herdacht. Ja. Over de herinneringen aan de Parijse Commune. En ik hoorde net al in het voorgesprek van Dennis dat een aantal jaar geleden tijdens de ontruiming van enkele kraakpanden hier, hij leuke berichtjes kreeg van enkele mensen dat vele mensen daar zijn boek over de Parijse Commune aan het lezen waren. Altijd ja, zeker. Impact heb. Ja. Ja, dat is valorisatie, heet dat. Hè? Valorisatie, ja. Ik weet niet of de universiteit er net zo over denkt, maar en als laatste, maar een boek dat al 2001 dateert. En ik dacht, dit is zijn meest populaire boek, dat in ieder geval de meeste mensen in activistische kringen wel gelezen hebben. Maar misschien is het boek over de Parijse Commune inmiddels. Maar dat is dit boek, Waarachtige Volksvrienden, de vroege socialistische beweging in Amsterdam, 1848 tot 1894. Echt absoluut aanrader voor de geschiedenis van Amsterdamse radicale sociale bewegingen. We zullen naar al deze boeken ook linken in de show notes hieronder. En als laatste wil ik ook bijzeggen dat de meeste van deze boeken ook op dit moment nog verkrijgbaar zijn. Een van de enige, misschien wel laatste overgebleven radicale boekenwinkels in Nederland. Het Fort van Chaco in Amsterdam. Ook daarna zullen we een link in de show notes plaatsen naar zijn boeken die je bij hun kunt bestellen of bij hun in de Jodenbreestraat in de winkel kunt ophalen. Oké, dat allemaal gezegd hebben. Dennis, zeer welkom. Heel blij je te hebben. Hoe is het voor jou geweest de afgelopen maanden? De lockdown, thuis, tijdens het werk? Ja, ik vond het heerlijk. Ik vond het heel fijn om even helemaal geen... om alle verplichtingen in één keer te zien vervallen, behalve dan het onderwijs. Dus niks kon meer. En dat geeft eigenlijk wel heel veel ruimte. Ik had twee werkgroepen, dus ik heb met die studenten daarvan wel geprobeerd intensief contact te houden. En de meeste daarvan hebben ook de cursussen af kunnen ronden. En dat geldt ook voor de scripties. Dus dat was eigenlijk hard werken. Ik heb ook de indruk dat mijn ogen erg achteruit zijn gegaan door al het beeldscherm staren. Dat ga ik er binnenkort eens laten meten.
Maar ik vond het wel fijn. Ja. Okay. Maar je hebt geen lezing hoeven geven voor je... Ik heb mijn student... Ik zat met die cursussen al halverwege. Ja, 1-op-1. En ik was een beetje angstig voor dat praten in de camera. Dat is voor mij ook helemaal geen prettige of geen geruststellende setting. Wel prettig. Nu zijn we nog dankbaarder dat je dit wil doen. Maar ik ben nu dus aan het oefenen. Want in september moet ik er natuurlijk wel aan geloven. Dan, ja. Dan ga ik echt college geven op scherm. Ja. Oké. Nou, ik ben heel blij dat wij je oefenplek zijn. We gaan het zien. Ik ga mezelf uit beeld toveren. En mm-hmm. Ja, ik zie zelf heel erg uit naar je lezing. Dus ik spreek je zo weer. Oké. Okay. Ja, dan moet ik het gaan doen. Het is wel confronterend als je die publicatiedata van mijn vorig werk zo op gaat noemen. Ik vind 20 jaar toch wel heel lang geleden eigenlijk. Terwijl ik in 2000, toen mijn proefschrift, 2001 kwam mijn proefschrift over die vroege Amsterdamse socialisten uit. En toen had ik eigenlijk het idee dat ik al 20 jaar te laat was. En nu is het nog weer 20 jaar later. En daar wil ik het eigenlijk vandaag over hebben. Over een beetje een min of meer op de achtergrond geraakte traditie van geschiedschrijving van de socialistische arbeidersbeweging in Nederland. Die is rond 1980, dus dat is nu 40 jaar geleden, is dat een heel breed terrein geweest binnen de geschiedschrijving. Velen hielden zich daarmee bezig. Ik heb het dan over de Nederlandse geschiedschrijving van de Nederlandse arbeidersbeweging. En dat was rond 1980, laten we zeggen 1975, 1985, echt een enorm populair onderzoeksveld. Er verscheen heel veel, er werden heel veel initiatieven genomen, er waren heel veel mensen die zich op dat terrein specialiseerden. En dat is natuurlijk geen toeval, dat is onderdeel van de nederlaag van links rond 1989, 1990. Dat onderzoeksterrein is min of meer op de achtergrond geraakt en er zijn hele andere velden binnen de geschiedschrijving die sindsdien veel meer aandacht hebben gekregen. Dus toen ik in 2001 promoveerde op die Amsterdamse socialistische arbeidersbeweging, toen waren de mensen met wie ik in discussie was over dat onderwerp, die waren voor een deel al gepensioneerd of die hadden 20 jaar eerder gepubliceerd. Dat was een interessante, maar ook wel wat eigenaardige toestand. Waar ik me niet door liet weerhouden. Ik bedoel, er is geen mooier onderwerp, dus er was voor mij geen vraag om of ik dat daarvan af zou zien. Maar goed, die traditie is dus wel wat minder populair geworden in de afgelopen 40 jaar. En ik denk dat daar momenteel ruimte is om dat weer om te draaien. Dat er daadwerkelijk nieuwe mogelijkheden zijn voor historisch onderzoek. Dat heeft te maken met technische ontwikkeling, met digitalisering. Daar kom ik straks op terug. En dat betekent ook, die nieuwe technische mogelijkheden betekenen ook dat het verhaal over de geschiedenis van die vroege socialisten, dat dat op een andere en op een nieuwe manier kan worden verteld. En ook dat er nieuwe verhalen over te vertellen zijn. Dat er die geschiedschrijving zoals die er is, dat er ruimte is voor aanvulling en daarmee ook voor een compleet nieuw beeld op wat die beweging betekende voor de mensen die er deel van uitmaakten, wat die socialistische arbeidersbeweging daadwerkelijk was. Ik denk dat de oude geschiedschrijving daar een vertekend beeld van heeft gemaakt. En dat er nu mogelijkheden zijn om dat te verbeteren, om dat beeld scherper te krijgen. En wat mij fascineert aan die beweging is eigenlijk, wat me ook fascineert aan de beweging van vandaag de dag, dat zijn niet zozeer de denkbeelden, niet de organisatiestructuren, niet de grote kopstukken, maar juist de mensen aan de basis. De dagelijkse cultuur. Wat maakt dat linkse mensen elkaar in één oogopslag herkennen? De kleding, de merken bier, de aankleding van de zaaltjes. En de sociale banden die mensen met elkaar verbinden buiten formele organisatiestructuren. Dus hoe komt het dat ik een aantal mensen die betrokken zijn bij deze podcast, dat ik daar nooit lid ben geweest van een club, terwijl ik ze wel al jaren ken en herken? En hoe komt het dat wij elkaar op die manier hebben ontmoet? Dus dat is het soort geschiedenis waarvoor ik denk dat er nieuwe mogelijkheden zijn en wat een vernieuwing zou zijn op het oude beeld. Want wat is, daar wil ik dan mee beginnen, een soort heel kort overzicht van de aard van die
bestaande geschiedschrijving. En die is eigenlijk al heel oud. Hè? De socialisten zijn al heel snel zelf begonnen met het schrijven van hun geschiedenis. Dit is een prachtig klassiek werk van Willem Vliegen, zelf de voorzitter van de SDAP, die met de Dageraad der Volksbevrijding al in 1902 begint met de geschiedschrijving van zijn eigen organisaties, de organisaties waar hij lid van is geweest. En die organisatie heeft altijd een soort centrale rol gespeeld in het verhaal. Naast natuurlijk de geschiedenis van ideeën, hè, de denkbeelden, de Marxen, de Kropotkins, die hebben altijd veel aandacht gekregen. Daarnaast de organisaties, en dat krijgt heel vaak gestalte rond historische momenten. Hè. De partij bestaat 10 jaar, de partij bestaat 25 jaar. Dan verschijnt er een gedenkboek waarin het bestaan van de organisatie wordt gerechtvaardigd. Daarnaast zie je veel boeken over bepaalde momenten in de geschiedenis die cruciaal zijn. Beroemd de spoorwegstakingen van 1903. Dat levert een vroeg historisch proefschrift op. Dat is een soort professionalisering van het onderwerp. En dan gaat het dus niet over de organisatie, gaat het niet over denkbeelden, maar gaat het over gebeurtenissen in die beweging. En naast deze drie ingangen op de geschiedenis, is al heel vroeg een cruciaal aspect van die geschiedschrijving de aandacht voor concrete levens, dus biografische methodes om de beweging te schetsen. En dat doet bijvoorbeeld Willem Vliegen doet dat al vanaf 1902. Dat boek van hem is een geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging van dag tot dag. Maar die hoofdstukken worden steeds onderbroken door een intermezzo waarin hij een aantal kopstukken van vroeger in het kort hun leven beschrijft. Altijd met een foto erbij. Dus daar worden Domela Nieuwenhuis, maar ook de kleinere goden, die krijgen daar een paar bladzijden biografie. En dat is eigenlijk heel kenmerkend vanaf een vroeg begin voor die socialistische geschiedschrijving. En je kunt je voorstellen, dat heeft later natuurlijk de vorm gekregen van wetenschappelijke biografieën. We hebben de laatste jaren biografieën gezien van Pieter Jelle Stroelstra, van Domela Nieuwenhuis, ook kopstukken van de CPN. Hè. Paul de Groot heeft een vuistdikke biografie gekregen. Dat zijn voor de hand liggende figuren om als onderwerp voor een biografie te dienen. En dat is mooi, dat levert heel veel op. Maar ik denk dat juist die nieuwe technische ingangen op het bronnenmateriaal, de digitalisering van kranten, dat die het mogelijk maakt om ook de mindere goden aandacht te geven. En dat is eigenlijk een streven wat ook al heel lang bestaat, maar wat lange tijd heel erg moeilijk is gebleven. Hè? Waar vind je de gegevens over iemand die niet dagelijks in de krant stond? Vrucht van het biografisch streven, ook door wetenschappelijke historici, is een prachtige reeks. Ik heb hier het laatst in boekvorm verschenen deel van het biografisch woordenboek. Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland. Dat zijn korte biografieën. Dus zoals Vliegen dat deed, in een paar bladzijden de betekenis, het leven schetsen van een vroege socialist. Of daar zitten hier trouwens ook feministen en vakbondsleiders uit protestants-christelijke en katholieke kring in. Mensen die van betekenis zijn geweest. Dat zijn 9 delen in boekvorm. Inmiddels zijn al dilemma's ook gedigitaliseerd en worden ze ook aangevuld met nieuwe lemma's over figuren die niet in de 9 boeken staan, maar die dus inmiddels wel een volledige biografie hebben gekregen. En het is interessant om te zien wie daar dan in aanmerking komen voor zo'n lemma in die reeks. En de redactie heeft al heel lang geleden, al in de jaren 70, lijsten opgemaakt van wie ze daarin zouden willen hebben. En dat zijn de geëikte kopstukken. Dat is in Domela Nieuwenhuis, een Troelstra, Henriette Roland Holst. Maar wie gaat ze schrijven? En dan zie je dat die voorgenomen lijst min of meer versmelt met wat er toevallig binnenkomt. Hè? Waar mensen in geïnteresseerd zijn, welke lemma's ze aanbieden. Dus het is nooit, dat plan dat is opgesteld, is nooit volledig uitgevoerd. En bovendien zijn er allerlei lemma's opgenomen in die reeks die niemand ooit van plan was geweest. Maar waarvan de redactie dan op het moment dat iemand een lemma aanbood, besloot, oh ja, dat is eigenlijk ook wel interessant, die kunnen we er best in hebben. Overigens, dat project loopt gewoon nog steeds. Dus als jij een mooie oude socialist of feminist
wilt beschrijven, meld je bij de redactie, want ze zijn nog steeds op zoek naar nieuwe lemma's. En nu het ding niet meer in boekvorm verschijnt, is het natuurlijk veel makkelijker om nieuwe bijdragen op te nemen. Dus voel je alsjeblieft vrij om je daarvoor aan te melden. Nou, die toevallig samengestelde reeks van dat biografisch woordenboek, die kun je achteraf toch ook wel, daar zie je toch een zekere lijn in. Het zijn allemaal mensen, allemaal is misschien te sterk, maar het zijn bijna allemaal mensen die carrière hebben gemaakt binnen de beweging. En daar bedoel ik mee dat ze veelal de beweging trouw zijn gebleven. Het zijn mensen die meestal niet in opspraak zijn geraakt. Mensen die misschien aan de basis van de beweging zijn begonnen, maar geleidelijk aan betekenis hebben gewonnen, reputatie hebben verkregen en een carrière hebben gemaakt binnen de context van die beweging. En dat is een aselecte steekproef. Als je zelf actief bent, zeker als je wat langer actief bent in een radicale beweging, kijk maar eens om je heen. Wie zijn er nog over van de mensen met wie je een paar jaar geleden begon? Mensen drijven in en uit de beweging. Mensen in de beweging zijn ook lang niet allemaal puur idealistisch bevlogen en zijn ook niet allemaal getalenteerd. Er lopen in onze beweging natuurlijk heel wat figuren rond die in een andere context best wel eigenaardig zouden zijn. En trouwens in de context van onze beweging dat misschien ook wel zijn. Dus rare figuren, vage zwevers, die ene gast die altijd ruzie zoekt. Dat soort types, die ken je uit de praktijk, die bestaan. Zo is de menselijke soort. Maar die types kom je nauwelijks tegen in zo'n kanonieke lijst van het biografisch woordenboek van socialisme en arbeidersbeweging. En dat is dus een vertekening van het beeld. Een vertekening van het soort mensen dat in die beweging een rol speelt. Je zou ze kunnen karakteriseren, dat doe ik graag, als de marginalen. Het zijn de mensen meestal aan de rand van de beweging. Mensen ook die soms maar korte tijd een rol spelen. Mensen die behalve een rol in de beweging ook een rol spelen op een heel ander terrein. Bijvoorbeeld mensen die zich bewegen op het kruisvlak van socialistische activiteit of revolutionaire activiteit en gewone criminaliteit. En die mensen die krijgen meestal geen lemma. En dat heeft te maken met het feit dat ze niet door het ideologische zeef passen. Maar het heeft ook te maken met het feit dat over hun heel weinig materiaal is te vinden. Dat is voor historici cruciaal. Je moet je verhaal wel kunnen baseren op bronnen. Nee, je moet een schriftelijke of een getuigenis hebben van waaruit je op kunt maken wat zo iemand heeft gedaan, waar hij zich heeft bewogen, wat hij vond, idealitair. En dat spul was voor deze marginale types natuurlijk niet terug te vinden. Voor Troelstra is het makkelijk. Die heeft een prachtig archief nagelaten. Die heeft brieven geschreven aan andere socialisten die brieven allemaal keurig hebben bewaard. Troelstra heeft zijn memoires geschreven. Elke keer als Troelstra iets vond, dan kwam dat op de voorpagina van de krant. Dus de biograaf van Troelstra heeft het relatief makkelijk in die zin dat hij een overweldigende hoeveelheid materiaal tot zijn beschikking heeft. Ik benijd hem niet, want het is vervolgens heel veel werk om het allemaal uit te zoeken. Maar als je op zoek bent naar de marginale types, heb je een omgekeerd probleem. Waar vind je het materiaal? Nou, daar brengt digitalisering van bronnen een enorme hoeveelheid nieuwe mogelijkheden. En om je een voorbeeld te geven, is een project waar ik nu mee bezig ben. Dat is een onderzoek naar P.J. Megens, Pietje Megens voor kameraden, die in 1885, dus echt in de periode dat Domela Nieuwenhuis begon die socialistische arbeidersbeweging populair te maken. In 1885 wordt Piet Megens vanuit het niets opeens wereldberoemd in heel Nederland. Komt op alle voorpagina's van de kranten te staan. Omdat er bij een opstootje tussen socialistische colporteurs, die in de Damstraat in Amsterdam met Recht voor Alles staan te colporteren, dat blad aan de man proberen te brengen, er ontstaat een opstootje met de politie. De politie verwijt deze colporteurs een volksoploop te veroorzaken, grijpt in en wil de colporteurs arresteren. Een van die colporteurs is Piet Megens en die vindt een nieuwe actiemiddel uit. Die is, ik vind het eigenlijk wel redelijk briljant gevonden. De arresterende agent die moet hem op een gegeven moment plotseling loslaten, want wat heeft Piet Megens gedaan? Hij heeft in de zak van zijn jas gemalen peper zitten en die wrijft een handvol gemalen peper in de ogen van de arresterende agent.
1885 toch echt de uitvinding van de pepperspray. In gedroogde vorm, maar toch. En niet in handen van de overheid, maar in handen van deze oproerige Megens. Vanuit het niets wordt hij dus opeens beroemd. En we weten eigenlijk, hij is vervolgens ook snel weer verdwenen. Dat is een incident. En ik ben wel gegrepen door het verhaal van deze man. Omdat nu de kranten zijn gedigitaliseerd en bovendien de bevolkingsregisters zijn gedigitaliseerd en de juridische dossiers veel makkelijker toegankelijk zijn geworden. Ik raakte echt gefascineerd door die figuur van Megens, die dan zo creatief is om op het juiste moment een handvol peper in de ogen van een agent te strooien, maar die vervolgens ook weer verdwijnt uit de geschiedenis van die arbeidersbeweging. Ik bedoel, je vindt hem niet terug bij Vliegen, je vindt hem niet terug in het biografisch woordenboek. Waar komt die man vandaan en waar gaat hij naartoe? Dus dat ben ik gaan onderzoeken en dat kan nu veel beter dankzij gedigitaliseerde kranten, dankzij gedigitaliseerde archieven van het bevolkingsregister en de burgerlijke stand en door het veel toegankelijker worden van juridische dossiers. En dan blijkt dat die Megens in 1867 voor het eerst in aanraking met justitie komt en dan is hij nog maar 13 jaar oud. Dan heeft hij een op straat slapende dronkaard beroofd van zijn portemonnee. Wordt veroordeeld tot zijn eerste straf van 4 maanden en verdwijnt dus als 13-jarige uit Amsterdam. Nou, dat wordt een patroon dat zich zijn leven lang voortzet. Hij verdwijnt ieder jaar wel voor een paar maanden naar de gevangenis, komt dan terug in Amsterdam, duikt weer op in het huis van zijn ouders, die ook voortdurend in de meest armoedige stegen en sloppen van Amsterdam huizen. Maar in 1885-86 blijkt hij dus aangespoeld te zijn in die socialistische beweging. En als hij dan voor dat peperstrooien de gevangenis ingaat, dan gaat hij dus als politiek gevangene naar Leeuwarden. En wordt hij ook door de beweging nog een tijd lang erkend als politiek gevangene. Als hij daarvan terugkomt, mag hij zelfs spreekbeurten gaan houden. En dan gebeurt er iets heel fascinerends, wat ik absoluut niet had verwacht. Maar wat ik dus ontdekt heb dankzij de gedigitaliseerde kranten. Pietje Megens, de draaideurcrimineel en peperstrooier, blijkt gewoon een hele, een hele actieve dichter. Hij schrijft in de gevangenis gedichten over het gevangenisleven, over het socialisme. En die dingen worden gepubliceerd in de partijpers, hè, in de krant Recht voor Allen van Domela Nieuwenhuis. Daar verschijnen gedichten van PJM, van Pietje Megens. Had ik absoluut niet achter hem gezocht. En dat maakt hem des te fascinerend. Hij is niet alleen een dief, niet alleen een vechtersbaas en biasklant. Hij is ook een socialistisch dichter. En hij gaat ook, dat zijn misschien wel zijn meest fascinerende stukken. Hij wordt in 1889 veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf. En dat krijg je niet voor vechten met een agent of inbreken. Dat is een doodslag. Iemand doodgeslagen. Dat heeft hij niet als socialist gedaan, maar hij presenteert zich wel als slachtoffer van de klassejustitie. Hij schrijft ingezonden brieven vanuit de gevangenis aan de krant, waarin hij de hoogte van zijn straf wijt, de rechter verwijt dat hij als socialist zo'n zware douw heeft gekregen. Als hij terugkomt in de beweging, dan is het inmiddels 1896, dan gaat hij ook weer op tournee. Hij komt in verschillende steden in Nederland aan het woord om te vertellen over zijn ervaringen als politiek gevangene. En dan ontstaat er een beetje twijfel in het publiek van, is dit nou wel echt een politieke gevangene? Socialisten van verschillende afdelingen gaan inlichtingen inwinnen van, kent iemand die Piet Megens? En dan zie je, dit is de periode dat sociaaldemocraten zich af gaan keren van de al te revolutionaire tradities uit de tijd van Domela Nieuwenhuis. Dan zie je dat de beweging zich van hem afkeert. En dan dat hij ook geen aansluiting meer vindt en dat hij langzamerhand uit het zicht verdwijnt. Dat is zo rond 1900 wel het geval. Maar goed, hij heeft die rol gespeeld en hij heeft sporen nagelaten. Die gevangenisbrieven van hem aan de pers, die gedichten die hij publiceert, in één geval ook in brochurevorm, dus echt als dichtbundeltje, die zijn er. En die zijn nooit onderzocht, die zijn geen deel van het verhaal over de socialistische arbeidersbeweging. En ik denk dat dat zonde is. Ik denk dat
naast een Dominee Nieuwenhuis, naast een Pieter Jelle Stroelstra, ook Pietje Meegens recht heeft op zijn verhaal. Niet omdat ik hem nou zo sympathiek vind. Ja, ik vind hem heel sympathiek en ik vind het een heel mooi verhaal. Maar ik denk ook dat als je wilt begrijpen hoe die vroege socialistische beweging eruit zag, wat voor mensen daar deel van uitmaakten, dat je verder moet kijken dan die kopstukken en verder moet kijken dan de organisatorische stoere werkers die geleidelijk aan carrière maakten en van, wat zal ik zeggen, afdelingssecretaris opklommen tot voorzitter van een landelijke vakbond, de types die in het biografisch woordenboek zitten. Ik denk dat voor een goed begrip van hoe die beweging eruit zag, wat voor mensen dat waren, dat je ook naar dit soort marginale types moet kijken. Dat levert een beeld op van de beweging dat veel meer recht doet aan de werkelijkheid. En ik denk, ik loop al een tijdje rond in activistenkringen, ik heb dat jarenlang met veel sympathie bekeken en dat doe ik nog steeds. Maar ik heb me altijd het meest thuis gevoeld bij die beweging op momenten dat je zag wat voor een rare hutspot aan uiteenlopende types dat waren. Ik bedoel, die werkloze elektricien die Hegel doorgrondde, die daar via Marx op was gestuurd, dat zijn de types die die beweging tot een fascinerend geheel maken. En die zou je dus ook in de geschiedenis van zo'n beweging in beeld willen brengen. Misschien moet ik het daar voor nu even bij laten. Oké, dan kom ik weer in beeld. Heel erg bedankt. Was dat een goed einde? Ja? Ja, absoluut. Heel erg fascinerend. En ik heb zeker heel wat vervolgvragen. En, fijn. Nee, ja. Ik vind het heel fascinerend. Dit soort geschiedenis onderop bestaat natuurlijk wel, maar de meeste geschiedenis wordt geschreven door intellectuelen. En die focussen zich dan ook heel snel op andere intellectuelen die wij in het algemeen als de belangrijkste actoren zien. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk een heel vertekend beeld van die sociale bewegingen. Zowel hoe ze waren, maar ook hoe ze in stand gehouden werden, wie er echt invloed hadden. Zoals je zegt, allerlei machinale figuren die maken de beweging tot op zekere hoogte ook, maar ook misschien wel daar voorbij heel veel van de hardst werkende organizers, zouden we het vandaag de dag noemen, die komen ook bijna niet voor in geschiedenisboeken, of in ieder geval heel wat daarvan zullen nooit worden opgenomen of krijgen niet de aandacht die bijvoorbeeld een intellectueel wel krijgt, terwijl zonder die organizers die het gros van het organisatorische werk doen, heel wat dingen überhaupt niet eens mogelijk zijn. Dan zou er niet eens dat zaaltje in de kerk zijn waar Domenee Nieuwenhuis kon spreken, bij wijze van spreken. Dus dat vind ik fascinerend. En misschien als eerste vraag, omdat dat de specifieke focus van je praatje is. Is het nou zo dat door de digitalisering van vele bronnen, is het simpelweg gewoon zo dat het daardoor makkelijker is te zoeken en dingen te vinden? Of komen er ook heel veel nieuwe bronnen naar voren? Ja, het is... Die het is daarvoor eigenlijk verloren waren of vergeten waren. Ja, om te beginnen is het onmogelijk, onvergelijkbaar veel makkelijker geworden. Ik bedoel, een onderwerp wat vroeger 5 jaar bladeren in het IISG, in oude jaargangen zou kosten, daar durf ik nu een bachelor-scriptieschrijver op te zetten. Omdat die in dat ene semester al die gegevens makkelijk bij elkaar kan halen. En dat levert heel veel mooie dingen op. Maar daarnaast, wat de huidige overheid, de surveillance staat, probeert, het koppelen van bestanden, dat doen ze niet voor niks. En dat is wat ik nu ook probeer. Ik probeer historische bestanden te koppelen. En dan zie je dat meer oplevert dan de som van de samenstellende delen. Dat levert echt ook nieuwe manieren van zien op. Ik ben bijvoorbeeld nu gestuit op iets wat ik al heel lang fascinerend vind, het belang van familiedynastieën. Je hebt dat niet alleen in koningshuizen, maar ook in die beweging. En dan zie je bijvoorbeeld dat een heel aantal van de Indonesië-weigeraars, de jongens die in de koloniale oorlog van 1945-1950 weigerden om naar Indonesië te gaan, dat die dat niet vanuit het niets doen, maar dat hun bijvoorbeeld hun ooms in de jaren 20 dienst weigerden. En dat de moeder van die ooms, dus de grootmoeder van je Indonesische dienstweigeraar, dat die
huishoudster was bij Domela Nieuwenhuis. Nou ja, dat vind ik, daar is dus, dat is niet af te lezen aan de geschiedenis. Dat is ook niet af te lezen aan de familienaam. Want in dit geval, de man waar ik aan denk, het was zijn moeder die deel uitmaakte van deze familie. Dus hij is aan zijn achternaam niet te herkennen. Maar dat is dus een dynastie van anarchisten die door Domela Nieuwenhuis persoonlijk zijn opgevoed. Die dat in de jaren 20 en 30 en in het verzet in de oorlog hebben volgehouden. Die, dat is ook fascinerend, in de jaren 30, 40 overgaan van anarchisme naar de communistische beweging. En die dan vervolgens na de oorlog, na het verzet, weigeren in Indonesië te gaan vechten. Ja, dat zijn dingen die zijn nu vrij simpel uit te zoeken. En dat levert denk ik echt wel nieuwe inzichten op. Bijvoorbeeld in de continuïteit van die revolutionaire traditie. Ja, en ik denk dat we ook allemaal uit eigen ervaring binnen de sociale bewegingen wel voorbeelden kennen van wat oudere kameraden wiens kinderen opeens naast je op de barricade staan. Ik zal geen voorbeelden noemen. Nee, dat is prachtig. Prachtig om te zien. Wat ook mooi is, ik heb me altijd in de jaren 80 vreselijk geërgerd aan die oude provo's. Die dan bij rellen en zo naast je kwamen staan, als het even rustig werd. En dan zei, in mijn tijd sloegen ze veel harder. En dat vertoon van superioriteit van die oude knarren. Ja. Dat vond ik vreselijk. Maar ja, het is nu natuurlijk heerlijk om zelf die rol te kunnen spelen. Ik bedoel, zo werkt de menselijke geest dan ook wel weer. We staan het je toe. Oké. Maar is dit onderdeel van het onderzoek wat je nu aan het doen bent? Is het een boekproject? Oké. Ja, een boekproject waar ik echt geen einddatum voor heb. Dus wat me voor ogen staat is een boek waarin al die verschillende verhalen over personen, maar ook over verborgen verbanden en zo, verborgen culturen, allemaal bij elkaar worden gevoegd in één band. Dus de verhalen hebben met elkaar te maken. Maar het is niet één lopend verhaal. Dus ik behandel de periode 1880-1950. En er komt een verhaal in over de eerste dienstbode vakvereniging. En dat blijkt dan nu. De oprichters van de eerste dienstbode vakvereniging. Die werkten allemaal als dienstbode in huis bij sociaaldemocraten. Dus dat zijn de meisjes van Pieter Jelles Troelstra. En bijvoorbeeld ook van Alette Jacobs. En daar heeft mijn vrouw gezegd. Ach meisje, ga jij eens een vakvereniging voor je vakgenoten oprichten? Dus dat is een hele rare, dubbele toestand. En die brieven van die dames zijn bewaard. En sommige van die dames tekenden, dus die hebben hun dienstmeisje ook getekend. Nou ja, dat verhaal komt erin, naast het verhaal van Pietje Megens. En een reconstructie van wat vroeger socialisten nou eigenlijk lazen. De waarde van lezen in die cultuur. Zoveel mogelijk verschillende mozaïekstukken die dan samen één boek moeten worden. Dus we krijgen een deel van het boek gaat een soort Nederlandse versie zijn van de klassieker The Intellectual Life of the Working Class. Precies, ja. Okay. En ik vind het heel leuk om alvast dingen te laten zien. Ik heb samen met een collega uit Nijmegen, Anne Pettersson, net een mooi artikel, althans ik vind het zelf een mooi artikel, gepubliceerd over de sollicitatiebrieven. Die in 1906 en 1910 naar de SDAP werden gestuurd. Toen de SDAP op zoek was naar een nieuw hoofd voor de brochurehandel. Dus dat is de voornaamste propagandamiddel. Hè? Brochures over van alles en nog wat. Hadden ze een eigen uitgeverij en winkel voor. En ze zochten in 1906 en in 1910 een nieuwe directeur. En daar zijn dus 150 sollicitatiebrieven uit heel Nederland per ongeluk bewaard gebleven, waarin dus socialisten van 18 uit, weet ik veel, Vlachtwedde schrijven van, jullie moeten mij die baan geven, want ik word gek in dit dorp. Ik ben de enige socialist. En brieven van failliet gegaane boekhandelaren die zeggen van, ja, ik heb niet zoveel met het socialisme, maar ik weet alles van de boekhandel. En dat zijn 150 individuele pleidooien van neem mij. En dat zijn dus ook 150 individuele levens die na het afgewezen worden, weer verder zoeken naar een carrière in de beweging of daarbuiten. Dus dat is een fascinerend materiaal. Schitterend. Ja. Ik wil terug naar waar je eigenlijk mee begon, de lezing. Mm. Dat dit soort geschiedschrijving van onderop, vierde geschiedschrijving van de arbeidersbeweging specifiek, omdat die 40 jaar geleden veel groter was, veel meer over gepubliceerd. En dat daarna eigenlijk een beetje is weggeëpt.
Wat zijn daar de oorzaken? Voor een deel zal het natuurlijk verloop zijn, in de zin dat er heel lang heel veel over is gepubliceerd. En daarna de focus op andere onderwerpen kwam te liggen. Ander deel zal zijn, zoals je zei, gewoon de neoliberale draai, veel minder focus op linkse onderwerpen. Tegelijkertijd hebben we de afgelopen decennia natuurlijk wel een groei van een geschiedschrijving over voor de homo-bevrijdingsbewegingen, vrouwenbewegingen, zwarte activistische groepen en figuren gezien. Ja. Ook allemaal heel belangrijk, maar interessant is daarbij dat maar de focus op klassen en specifiek de arbeidersbeweging inderdaad daar ook in de geschiedschrijving heel erg bij achter lijkt te blijven. Ja. Zie jij daar zelf een soort revival? Of ik verwacht een revival. Ik ben natuurlijk een hopeloos optimistisch mens. Maar ik zie met name onder de huidige generatie studenten echt veel belangstelling. Ja. En dat fascineert me wel. Ik heb dus de afgelopen weken heel veel scripties naast zitten kijken. En vroeger had ik scripties over van alles en nog wat. En af en toe een activist die een links onderwerp. En nu heb ik echt... ik heb alleen maar scripties over socialistische geschiedenis bij de hand gehad. Dus ja, dat is toch een belangstelling die uit die nieuwe generatie studenten zelf komt. Wat in de jaren interessant hoe snel dat gaat, hè? Ja. 10 jaar geleden toen ik zelf studeerde, ook geschiedenis. En ik ook dat soort onderwerpen koos, was ik letterlijk de enige. Ja, nou, dat was ik dus rond in de jaren 90 ook. Ah. Kijk, toen had ik wel allemaal docenten die zelf uit die traditie kwamen. Dus ze vonden het allemaal wel vermakelijk. Maar ik was wel de enige. Ja. En dat is, ja, nou ja, het keert nu om. Maar ik wel, kijk, die belangstelling voor vrouwengeschiedenis en voor de geschiedenis van migratie en van minderheden, dat is een geweldige inspiratie ook voor nieuwe aanpak van ook van die socialistische geschiedenis. Ja, om die inzicht op de socialistische en arbeidersgeschiedenis toe te passen. Precies, want ik heb nu een student onderzoek laten doen naar een heel marginaal socialistisch krantje uit de jaren 1890. Die eigenlijk zich bewegen op de grens van klassenstrijd en roddelpers. Dus die klagen de bourgeoisie aan door te wijzen op allerlei zedenschandalen. Maar een van de zwaarste argumenten die ze steeds in stelling brengen, is dat een bourgeois naar keuze of een staatshoofd, dat die homoseksueel is. Dat is wel het allerergste wat je iemand aan kunt wrijven. Nou ja, dat is natuurlijk vanuit moderne oog, met een modern oog gezien, een verschrikkelijke vorm van perverse propaganda. Maar hij bestaat wel en hij had kennelijk in de ogen van de makers een functie. Tegelijkertijd, en dat is ook de zegen van dat gedigitaliseerde materiaal, stuit ik ook in Recht voor Allen op een overlijdensadvertentie van een jonge man voor zijn 10 jaar oudere vriend. En uit de formulering van de overlijdensadvertentie kun je afleiden dat dat een romantische vriendschap was. En dat ze ook samen naar Parijs zijn vertrokken vanuit Horen, waar ze een socialistische boekhandel hadden. En dat ben ik ook gaan uitzoeken. En die jongen die is als 14-jarige bij deze oudere vriend ingetrokken en is dus samen met hem uiteindelijk naar Parijs gegaan. En schrijft dan een hele ontroerende overlijdensadvertentie als zijn vriend overlijdt. Dus dat is in precies dezelfde periode. Ja. Dat is wel fascinerend. Ja, dat is altijd de fascinerende spanning, denk ik, ook in discussies die de afgelopen jaren die af en toe voorbij ziet komen over verschillende arbeidersbewegingen en socialistische bewegingen, waar dan uit andere groepen kritiek op komt, als in daar was ook heel veel racisme, daar was ook heel veel homofobie enzovoort. En dat is zeker waar, en het is heel belangrijk dat er aandacht voor is. Maar tegelijkertijd bestond daar ook vaak juist een heel unieke plek waar wel die verschillen door de gemeenschappelijke belangen omarmd werden. En dat daar juist een unieke plek was waar daar ruimte voor was. En die spanning is heel erg interessant, denk ik. Ja. En dat is denk ik ook het belang van die marginale types. Dat dingen als etnische integratie, maar ook seksuele deviantie, die volgens mij, ik denk dat daar altijd de meeste ruimte voor is in de elite en in de onderkant van de maatschappij.
Dus de gemengde huwelijken, de buitenechtelijke kinderen die liefdevol worden opgevoed. Pietje Meegens krijgt een buitenechtelijk kind bij een, waarschijnlijk een prostituee, die ook met andere socialisten heeft samengewoond. Dat dochtertje van hem, als hij naar de gevangenis gaat, wordt het dochtertje verder opgevoed bij haar opa en oma, de ouders van Pietje Meegens. Het is dat kind wordt kennelijk opgevangen door de buitenechtelijke vader. Nou ja, dat zijn dingen die kunnen in de fatsoenlijke maatschappij niet bestaan. En die kunnen ook niet bestaan in de fatsoenlijke arbeidersklasse. Ja, een nette vakbondsfunctionaris kan zich zoiets niet veroorloven. Dus dat maakt deze laag ook zo interessant. Ja, dus die zou je bijvoorbeeld bij wat wel de labor aristocracy wordt genoemd, zou je dat niet tegenkomen? Nee, en daar vind je juist wel een soort elitair idee van, nou, wij vertegenwoordigen de echte zedelijkheid. Waar zowel de elite als het lumpenproletariaat niet aan toe komt. Wij zijn het interessante aan je aanpak, dat die gelaagdheid binnen alle verschillende groepen en binnen elke beweging ook heel erg wordt benadrukt door dit onderzoek, of misschien heel erg naar voren komt. Dat vaak wel eens vergeten wordt. Hè? De arbeidersbeweging van de mensen omhoog, maar al die bewegingen hebben enorme, dan wel hiërarchieën, dan wel allerlei verschillen. En die is heel interessant, maar ook belangrijk om les uit te trekken. Ja, en dat is soms pijnlijk, maar goed om te onderkennen. Ja. Het huis waar de grote Wieboud, de wethouder van Amsterdam, het huis waar die man komt te wonen in Amsterdam, 1904 denk ik, dat is een kasteel. Dat is aan de Amstel, op de hoek van de Ruisstraat. Dat is een kasteel met een dienstbode-ingang. Zijn dienstbode moet dan dus ook die vakbond oprichten. En ik heb dus zijn boekhandelsrekeningen, die zijn allemaal netjes bewaard. Dus je kunt zien, dat is echt een intellectueel die een prachtige bibliotheek opbouwt door elk jaar, en dan heb ik het over de jaren nul van de 20e eeuw, honderden guldens uitgeeft aan boeken. Die bestelt in Berlijn, Parijs, Londen. Echt joh, het is een. Hij bestelt, je ziet die titels, het moet een geweldige bibliotheek zijn geweest. Ja. Het speeksel loopt je in de mondhoeken. Maar vervolgens vind je daar ook briefjes van een armoedige uitgever uit de Amsterdamse Kinkerstraat, J.J. Bos. En die schrijft dan een briefje van, ja, die brochure die heb ik voor u. Ik kom hem morgen wel even langsbrengen. En die man die loopt dus van het einde van de Kinkerstraat, nummer 300, helemaal naar de Amstel om die brochure te verkopen. En daar betaalt Wieboud dan 1 cent voor. Want dat is, duurder is hij niet. Waar hij tegelijkertijd veel fouten van uitgeeft om een boek uit Berlijn te halen. Ja, en dat bestaat allemaal tegelijkertijd. En die J.J. Bos is blij ook, heb weer een brochure verkocht. Ja. Dat hele klerenend, jongen, dat is een eind. Voor 1 cent. En dan vervolgens schrijft Bos een briefje aan Wieboud van, ik kan goedkoop een fiets kopen van een kameraad. En dat zou voor mijn boekhandel heel handig zijn, want dan hoef ik niet meer alles te lopen. Kan ik 50 gulden lenen voor die fiets? En dan zegt Wieboud, nee, daar kan ik niet aan beginnen. Wat op zich logisch is, want Wieboud moet voortdurend armoedzaaiers ondersteunen. Dus hij mag ook best een keer nee zeggen. Maar dat zijn dus partijgenoten, afdelingsgenoten, die samen op de een of andere manier die beweging vormen. Ja, ja, doe me toevallig denken aan, ik woon zelf in Amsterdam Zuid. En afgelopen weken dingen aan het bekijken van de sociale woningbouw hier in het begin van de 20e eeuw. En of de eerste helft van de 20e eeuw. Schitterende huizen gebouwd door sociaal-democratische wethouders, voor arbeiders. Vrij uniek. Wat we daarna niet meer op deze manier hebben gezien. Zeker niet met deze mooie, met pracht en praal erbij, noem maar op. Maar dan zie je die foto's van de opening van zo'n sociaal-democratische, hè, niet radicaal-socialistische, maar toch wethouder. En die staat er dan in pak allemaal, ja, zijn vrouw in een soort bondjas ernaast, heel hortend over de rest van die arbeiders heen te kijken. Ja. Dus een heel, heel bizar contrast dat zichzelf toch nog heel erg erboven zagen en zeker geen onderdeel daarvan waren. Ja, nee, dat is. Het voelt op zich goed dat dat bij sociaaldemocraten zo is. Maar het was natuurlijk elders, was het ongetwijfeld ook, waren er vergelijkbare dingen aan de hand. Ook in radicalere bewegingen, een geweldig misverstand tussen die sociale lagen. Ja. Ik bedoel, er is geen stigma, denk ik, geen stigma wat dieper steekt dan dat van klasse. Daar kom je ook niet van los.
Ja, ook een radicale marxist als Herman Gorter was een tennisser en een cricketer die nog nooit een lekkende kelder van dichtbij had gezien. En zijn kameraden, zoals St. Barend Lutheraan, waar mijn eerste boekje over ging, die ging op voet van kameraadschap om met Gorter. Maar ja, dat was wel een compleet ander leven. Ja, je kunt er bijna niet omheen. Nee, dat kan niet. En ook vandaag de dag merk je dat binnen beweging, absoluut. Ik bedoel ook mensen met accenten die heel lokaal zijn. Of net niet een bepaalde scholing hebben om bepaalde boeken of termen te kennen. Dat. En het mooie is dat iedereen wel zijn eigen bijdrage heeft. Want ik vind die marginale figuren niet alleen interessant omdat ze onbekend zijn en omdat ze me ontroeren. Maar ze hebben vaak een hele cruciale rol. Allerlei actievormen worden echt op straat ontwikkeld. En een van de dingen die je in die gedigitaliseerde pers heel goed terug kunt vinden, zijn de practical jokes. En die worden niet bedacht door Troelstra of Gorter of Domelen Niehuis. Die worden bedacht door mensen in de Jordaan. En die bedenken op een dag dat als er verkiezingen zijn, dat je dan ook een doodskist rond kunt dragen met, weet ik veel, de naam van een socialistische wethouder erop. Hè, als protest tegen het parlementarisme. Dat soort concrete uitvindingen. Er is een prachtige foto, kijken of ik die terug kan vinden, van een muurschildering die werft voor het KNIL, voor de Koninklijk Nederlands Indisch Leger. En dan zie je dus KNIL-soldaten die marcheren. En daar hebben een stel Jordaanese anarchisten in het holst van de nacht doodskoppen op die soldaten gezichten geplakt. Dus overdag zie je daar het KNIL, propaganda voor het KNIL, maar dan zijn het, nou ja, de levende doden die daar de tropen intrekken. Ja, dat kun je niet verzinnen. Dat, althans, ja, dat kun je wel verzinnen, maar dat wordt verzonnen in de afdeling zelf, niet van bovenaf. Ja. De intellectuelen kunnen dat niet verzinnen. Precies. Het is de collectieve intelligentie van de klasse. Ja. Exact. Misschien nog één vraag. In hoeverre dat een rol speelt bij het verdwijnen van die focus op arbeidergeschiedenis. Ik bedoel, vroeger, met name misschien over begin 20e eeuw, of in het eerste deel van de 20e eeuw, had je natuurlijk ook redelijk veel intellectuelen echt als onderdeel van een partij, van een sociale beweging. He, zelfs tot aan Joop den Uyl, die echt serieus sociaal-democratische analyse schreef, die voor vandaag de dag extreem radicaal klinken. Mm-hmm. Die gewoon in verhouding tot alles wat GroenLinks, PvdA, zelfs SP. En begin 20 zult je natuurlijk bijvoorbeeld in Frankrijk mensen als Jean Jaurès, de socialistische leider, die een 12 of 20-delige geschiedenis van onderop van de Franse revolutie schreef. En die ook werd gedrukt en wijd werd verspreid. En flauw idee hoeveel mensen die al die 20 delen zijn gelezen. Maar alsnog, er was vanuit de beweging zelf heel erg gefocust op het schrijven van de geschiedenis van de beweging. Ja. En ik weet niet wanneer dat precies is verdwenen. Dat hangt nauw samen ook met de conjunctuur van de beweging zelf. Want je ziet bijvoorbeeld in de jaren 70 en 80 dat allerlei vakbonden in Nederland professionele historici opdracht geven om een geschiedenis van van de vakvereniging in die bedrijfstak of in dat beroep te schrijven. Dus Ger Harmsen heeft daar een heel aantal projecten van gedaan en begeleid. Dus aan de vooravond van de fusie van NVV en de katholieke vakbeweging zie je dat allerlei bonden inderdaad geld over hebben om historici de geschiedenis te laten schrijven. Dat soort opdrachten zijn er eigenlijk nauwelijks meer. Klopt. Ik heb hier heel wat boeken van Ger Harmsen liggen. Maar dat met name uit zijn boekencollectie. Toen hij overleed, zijn die voor een groot deel naar mijn boekhandel Antiquariaat Isis in Groningen gegaan. En daar hebben een heel groot deel van overgenomen. Dat is mooi. Ja, ik heb ze nog in de ik heb ze in de originele opstelling zien staan, in de kniepen. Dus daar was ik ooit een onafzienbare stal met boekenrekken. Heerlijk. Mooi. Nou, als afsluitende vraag dan. Ik heb volgens mij met jou nog wel eens een wandeltocht door de Jordaan gedaan. Waar je daar vertelde van waar, wie waar woonde, waar de oproer was. En dat was schitterend. Doe je dat nog? Ik deed dat nog heel vaak vanuit het, of heel vaak niet, maar ik deed het nog regelmatig vanuit het Theo Thijssen Museum in de Jordaan.
En ik had een plan om het in Oud-West te gaan doen. Ik zeg Nieuw-West omdat het vanuit de Jordaan geredeneerd in 1890 allemaal gloednieuw was. Maar er is inmiddels een nieuwer West. Maar de Amsterdamse gemeente heeft besloten ter indamming van de toeristenoverlast om dat heel strafbaar te maken als je niet een gidsdiploma van €200 hebt of een gidsvergunning. En dan mag je ook maar met 8 mensen en zo. Dus het Theo Thijssen Museum is ermee gestopt. Maar ik moet even kijken hoe ik dat op een illegale manier toch weer op poten kan zetten. Ja, ik zou zeggen, in de traditie van de beweging mogen precies. We niet naar dat verdict luisteren. Dat vind ik ook. Dus we vertrekken om 1:00 s'nachts en dan gaan we wandelen. Nee, maar dat als corona een beetje wegblijft, dan komen er weer nieuwe wandelingen. Ja, dat lijkt me geweldig. En zelfs, er zal vast een tweede golf komen. Je weet tegen de tijd dat we dit online zetten, zitten we midden in de tweede golf. Ja. Ja. Maar het lijkt erop dat buitenactiviteiten in ieder geval een stuk veiliger zijn dan binnenactiviteiten. Ja. Dus misschien is het zelfs iets dat we zouden kunnen organiseren tijdens de coronacrisis. Ja, het is gewoon heel fascinerend om op de brug te staan waar Piet Meegens als eerste peper in de ogen van een agent strooide. Ik bedoel, dat is historische grond. Het voegt echt iets toe. Ja, dat lijkt me geweldig. Okay. Mocht het ten tijde dat we dit publiceren al bekend is wanneer het eventueel is, dan zetten we dat ook in de show notes. Maar anders publiceren we dat op andere wijze. Mooi zo. Oké, dan is een geweldig inspirerend praatje. Dankjewel. Nou, dank jullie wel. Heel fijn om te mogen zijn. Oké dan. Nou, tot op straat. Ja, zeker.